rail bouwt Ecoduct. Omdat spoor is vaak een barrière wat natuurgebieden splitst. We willen het mogelijk maken dat dieren het spoor kruisen. Je kunt het hier bij zo'n denkplaatsje zien. Overal staan prenten, noemen wij dat, van in dit geval reënpoten, die hier vannacht al zijn geweest te drinken. En die komen hier natuurlijk maar uren verder. Nou, dat kunnen ze nu. Vandaag is een bijzondere dag. We zijn druk bezig met het herinrichten van het terrein. Het is een kale boel geweest. We zijn hier heel hard aan het bouwen geweest. Maar nu gaan we dus weer de planten terugbrengen en de natuur terugbrengen. We hebben maar liefst drie klassen kanjers van de gemeente Soest die ons daarbij gaan assisteren. Je mag je eigen boom planten en dan kan je later ook weer terugzien en dan denk je, die boom heb ik geplant. Dus dit is een soort van je eigen boom. Ik vind het wel heel leuk, want je bent gewoon in de natuur en dan vind ik het wel leuk om boom te plaatsen. We waren heel snel, dus het was heel snel op, dat was wel jammer.